als we dan al die deeltjes hebben, dan kunnen ze natuurlijk interactie hebben met elkaar. En die verschillende interacties die moeten we dan ook beschrijven in die kwantumveldentheorie. En we hebben het dan het liefst over wisselwerking, zoals we noemen. Dus vroeger hadden we het over krachten, maar kernkrachten en zwaartekrachten en zoiets. Maar we bedoelen eigenlijk het wat algemener, dan heb ik het liever over wisselwerking. Het kan dus elke interactie zijn tussen deeltjes. En er zijn dus vier soorten wisselwerkingen. Nou, eentje die we natuurlijk al kennen is de gravitationele wisselwerking. Dus wat we kennen als zwaartekracht. Dus dat twee massa's elkaar beïnvloeden, elkaar aantrekken bijvoorbeeld als ze bij elkaar in de buurt komen. Dat is een wisselwerking. Ja, dus twee massa's die langs elkaar afliegen, die doen iets met elkaar. En is dat een beetje het buitenbeentje nog steeds? Want die andere wisselwerkingen, die gaan we allemaal beschrijven als dat twee massa's bij elkaar in de buurt komen, of twee deeltjes bij elkaar in de buurt komen, die wisselen iets uit. Een deeltje. Met zwaartekracht zou je dat ook zo kunnen beschrijven. Dat is in principe gedaan, die beschrijving, alleen dat klopt nog niet helemaal, dat is nog niet aangetoond dat dat wel zo is. Maar je zou kunnen zeggen, nou, twee massa's die wisselen ook iets uit. En dat uitwisselingsdeeltje zou je dan het graviton noemen. Dat graviton, dat zou dus een typisch deeltje zijn met spin 2. Maar goed, dat is dus nog niet aangetoond. Dus dat moeten we nog eventjes op wachten. Of het is onzin. De andere drie krachten, die spelen allemaal zich vooral af op hele kleine schaal, atomaire schaal. Terwijl zwaartekracht is eigenlijk op atomaire schaal verwaarloosbaar. Maar op grote schaal, onze en veel groter, het heelal, is dat absoluut de belangrijkste wisselwerking. De sterkste kracht op grote schaal, maar op kleine schaal stelt het niks voor. Op kleine schaal zijn deze drie van belang. En dat zijn de sterke wisselwerking, de elektromagnetische wisselwerking en de zwakke wisselwerking. Nou, ik ga het allemaal uitleggen. De elektromagnetische wisselwerking die bepaalt onder andere hoe elektrische ladingen en magnetische deeltjes zich gedragen ten opzichte van elkaar. Dus bijvoorbeeld als twee elektronen bij elkaar in de buurt komen, dan stoten ze elkaar af. Nou, hoe kun je dat beschrijven? Dat kun je beschrijven als dat ze een foton uitwisselen. Dit is het gamma tekentje. Dat is het klassieke teken eigenlijk voor een foton. En een uitwisseling tussen twee elektronen geef je dan aan met een verbindingssymbool. En bij een foton is dat zo'n golfje. Dus die twee elektronen komen bij elkaar in de buurt en die stoten elkaar af. Dus je moet het eigenlijk van links naar rechts lezen. Die komen bij elkaar in de buurt en dan gaan ze weer van elkaar vandaan. En die interactie, die wisselwerking, dat kun je dus beschrijven met de elektromagnetische wisselwerking, met de uitwisseling van een foton. Nou, dat is een manier om dat te beschrijven. De sterke wisselwerking, dat is eigenlijk wat ervoor zorgt dat protonen en neutronen in een kern aan elkaar blijven plakken. Want je weet, protonen zijn positief geladen, die zouden elkaar dus, ook net zoals deze, afstoten. Dus eigenlijk, als je die bij elkaar wil houden, moet je een sterkere kracht hebben om die bij elkaar te houden. En net zoals dat je twee magneten met de noordpolen tegen elkaar kan duwen als je sterk genoeg bent. Geen probleem. Dus als je een sterkere kracht hebt, dan kan dat. Nou, dat is dus de sterke wisselwerking, sterke kernkracht werd dat vroeger genoemd. En ook die kun je dus beschrijven als dat twee deeltjes een ander deeltje uitwisselen. Bijvoorbeeld hier, we hebben een proton en een neutron. En die komen bij elkaar in de buurt en die kunnen elkaar afstoten of elkaar aantrekken. Die kan van alles zijn. Maar het is een interactie met bijvoorbeeld het pi-0 deeltje. Dus dat pi-0 deeltje dat we bij de eerste video hebben gezien, dat we dus tegenkwamen in experimenten, dat vond zo zijn plek in die theorie. En de andere die we eerder hebben gezien, dat is radioactief verval, daar hebben we natuurlijk in de vierde klas over gehad. Waarbij je in een kern, er gebeurt iets en dan komt er uit die kern een elektron. Terwijl klassiek was het model zo beschreven van atomen, dat je had protonen en neutronen in de kern en elektronen eromheen. Dus als er een elektron uit de kern kwam, was dat eigenlijk heel raar, want er zaten geen elektronen in de kern. Nou, we hebben dan gezegd van nou, het kan zijn dat een neutron vervalt in de kern, vervalt in een proton een elektron. Dus uit een neutron ontstaat een proton, dus ontstaat hier een elektron. Alleen als je dus gaat kijken naar de energieën die die elektronen hebben, hoeveel kinetische energie ze hebben, dat proton staat min of meer stil in de kern. En er zit een massaverschil tussen, dus er is een hoeveelheid energie die meegenomen wordt tot elektron. Dat elektron had elke keer andere kinetische energieën, dus andere snelheden kwam die uit de kern. En eigenlijk was dat niet goed begrepen. En om dat goed te begrijpen, hebben we eigenlijk een extra deeltje nodig. Een extra deeltje dat dus al die snelheid meeneemt. En dat is het neutrino geworden. En bij het elektron hoort dan het elektron-neutrino.
Dus dit is de letter nu uit het Grieks weer. Streep erboven, dat is een antineutrino. Met een klein eetje eraan, dus het anti-elektronneutrino. Ook die interactie, hè, dus wat hier plaatsvindt tussen het neutron en dan die deeltjes die daaruit ontstaan, gaat via een wisselwerkingsdeeltje, dus uit zwakke wisselwerking. Bijvoorbeeld deze gaat met het W-deeltje. Er zijn drie verschillende zwakke wisselwerkingsdeeltjes. Je kan alles vinden in BINAS, tabel 26a, B en C. Ga er zeker naar kijken. En in tabel 26b staan die wisselwerkingsdeeltjes allemaal genoemd. Dus we hebben het W-deeltje, we hebben het W-deeltje en we hebben het Z0-deeltje. Die W is van weak, van zwak, en de Z is van zero, van de lading. Dus we hebben het W-, W-plus en Z0. Nou ja, zwaartekracht is een beetje een apart verhaal. Dus die zit nog niet helemaal in de theorie, dat is nog een grote uitdaging. En als we dus naar die deeltjes gaan kijken, ja, dan komen hier nog vier namen. Ik ga alles uitleggen en ook zeker bij de volgende paragraaf zal het zeker meer op zijn plek vallen. Neem het nu gewoon eventjes aan. We hebben gezien dat er twee verschillende deeltjes zijn, namelijk deeltjes die wel beïnvloed worden door de sterke wisselwerking en deeltjes die dat niet worden. Sowieso worden al deze deeltjes die hier genoemd worden, worden allemaal door deze drie beïnvloed. Dus die hebben allemaal die wisselwerking, dat is geen probleem. Maar er zijn dus leptonen, dat zijn eigenlijk de lichte deeltjes, van denk aan een elektron, het elektronneutrino, maar ook dat zwaardere elektron, het muon, met zijn eigen neutrino, het mu-neutrino. Dat zijn de lichtere deeltjes en die noemen we leptonen. En die hebben dus die sterke wisselwerking niet. Dus daar gebeurt dat niet mee. Hadronen hebben dat wel. Dus er zijn deeltjes die hebben die sterke wisselwerking wel. Dus het proton en het neutron, die ken je. Dat zijn typische hadronen. Hadronen staat eigenlijk voor een samengesteld deeltje. We gaan natuurlijk in de volgende paragraaf gaan we het over quarks hebben. En ik zal dat dan daar uitleggen. En hadronen zijn eigenlijk deeltjes die uit twee of meer quarks zijn samengesteld. Daar kun je dan een kleine splitsing maken. Dat heeft ook weer met die spin te maken. Dus als je dat met die quarks combineert, dan heb je zeg maar de qua massa een beetje tussen de elektronen en de protonen in zittende. Dus een beetje middelmatig zeg maar qua massa. De mesonen, die hebben een heeltallige spin. Bijvoorbeeld zo'n pi0 of zo'n pi+ deeltje. Ja, dat zijn mesonen. Of de wat zwaardere deeltjes, en die worden dan baryonen genoemd. En die hebben allemaal weer halftallige spin. En dat zijn natuurlijk proton en neutron en ook nog wat andere deeltjes. Ook daarvoor, in de tabel 36c, staan er een heleboel genoemd. En het zijn dus verschillende deeltjes. Je moet die namen op een gegeven moment een beetje leren kennen. Het zal helpen als we daar wat langer mee bezig zijn, ook met paragraaf 3, hoe die zijn samengesteld. Ja? Dus er zijn vier wisselwerkingen. Dat zijn dus interacties tussen deeltjes. In de kern een sterke wisselwerking. Tussen elektronen, dus en geladen deeltjes en onderling, vinden we de elektromagnetische wisselwerking met protonen. Bij radioactief verval komen de zwakke wisselwerking tegen. En massa's die hebben gravitationele wisselwerking onderling. Leptonen zijn de deeltjes die geen sterke wisselwerking hebben. Onder andere het elektron is een bekende daarvan. Hadronen zijn deeltjes die dat wel hebben. En daar kun je dan nog onderscheid maken tussen de heeltallige mesonen en de halftallige baryonen, waarvan we dus een aantal deeltjes hebben gezien. Nou, we gaan veel meer kijken naar hoe zijn die deeltjes samengesteld, welke combinaties kunnen wel, welke kunnen niet. Dat gaan we vooral in paragraaf 3 zien. En nou, pak zeker dus BINAS tabel 36 erbij, om het dus even allemaal een beetje allemaal bij elkaar te zien. Daar staan de quarks al genoemd, daar gaan we het in paragraaf 3 dus over hebben. Maar dit zijn een aantal concepten die dus proberen te beschrijven wat we allemaal zien bij die deeltjes en de interacties die er zijn. Ja? Stel je vragen verder in de les, want het is zeker geen makkelijke materie. Tot dan!